Oma Brit leest voor. Verhalen van Ot en Sien. Geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra en geïllustreerd door C. Jetses. Ot met Poes. Ot en Poes zijn in de kamer. Nu gaan we wandelen, Poes. Dat is ook leuk. Kom maar. Ot pakt Poes op en loopt met haar om de tafel. Dan gaat hij nog eens weer voor het raam kijken. Het regent niet zo hard meer, maar Trui komt er nog niet aan. Wat zullen we nu doen, Poes? Poes zegt niets, maar Ot weet opeens iets heel leuks. Wil je rijden, Poes? Ja? Kom. Hij gaat op zijn knieën liggen. Hij zet Poes op zijn rug. Zit je zo lekker? Pas op dan, daar gaan we. En Ot kruipt op handen en knieën door de kamer. Gaat het fijn, Poes? Poes zit heel stil op Ots rug. Ot kruipt weer verder. Een beetje vlugger nu. Nog vlugger. Poes kan haast niet blijven zitten. Ze zet haar nagels in Ots blouse. Zo houdt ze zich vast. Nog harder gaat het, Ot. Hij springt als een paard. Hij vindt het prettig, maar Poes niet. Die springt opeens van Ots rug en loopt hard weg. Ot kan nog net haar staart grijpen. Hier, Poes! En hij trekt haar terug. Poes keert zich om en ze bromt en slaat met haar poot op Ot zijn hand. Au! Dat doet pijn. Ot laat Poes los. Hij kijkt naar zijn hand. Daar komt bloed uit. Oh, daar komt bloed uit! En Ot begint te huilen. Moeder hoort Ot huilen en ze komt kijken wat er is. Ben je gevallen? Vraagt ze. Ot zit nog op de grond. Hij huilt heel hard. En hij kijkt maar naar zijn hand. Moeder hurkt bij hem neer. Ze ziet al wat er is gebeurd. Och, bloedt je hand zo? Heeft Poestje gekrapt? Die Poes toch. Ik zal het bloed er afvegen. Kom maar mee. En moeder haalt een schoon lapje uit de kast en gaat met Ot naar de pomp. Ze wast de hand goed schoon. Kijk, nu bloedt het al niet meer. En de pijn is ook al haast over. Ot huilt nog maar een heel klein beetje. Moeder droogt zijn tranen en ze doet het lapje om zijn hand. Ze bindt er een draadje om. Zo zit het goed vast. Heb jij Poes geplaagd? Vraagt ze. Nee, zegt Ot. Ze liep weg en toen trok ik haar terug aan haar staart. Ja, dat vinden Poesen niet leuk. Moeder weet dat wel. Dat moet je niet weer doen hoor, zegt ze. O, kijk, daar is Trui. De school is uit. Nu kan Ot met Trui spelen. Maar eerst krijgen ze een boterham. Als Trui zo hard geleerd heeft, zegt moeder, dan moet ze eerst eten.